Mijn naam is Ken. En dit filmpje is gericht aan de politiek en de beleidmakers van de coronamaatregelen. Het zit zo. Uh, het, uh, ik kan door een uh, beperking kan ik geen uh, mondkapje dragen. Het is voor mij bijzonder ingrijpend. En ondanks ik een ontheffing heb uh, en dat de winkels waar ik kom begrip hebben voor mijn situatie, blijft het voor mij heel erg naar. En dat komt vooral omdat ik de enige ben die. Uh, in de winkel die er geen eentje draagt. En ik, ja, de, ja, de andere klanten, andere winkelaars, die zijn je voortdurend aan het aankijken. Ik probeer ook oogcontact te vermijden, lukt niet altijd. Uh, ik word zelfs nog wel eens uh, verklikt door klanten. Het is, het is een hele nare ervaring. Uh, en het, het feit dat ik dan troost moet halen bij mensen die uh, bewuste regels overtreden en geen uh, mondkapje dragen, dat ja, vind ik geen fijne manier om daar troost weg te moeten halen. Uh, wat mij dan nog een beetje frustreert is, uh, de mensen die dan wel een mondkapje dragen, die volgen de basisregels heel vaak helemaal niet eens. En dat, dus die zie je dan uh, midden in het gangpad staan met uh, twee, drie, misschien wel vier mensen, en dan gaan ze uitgebreid lopen kletsen. Of uh, iemand die uh, een telefoongesprek aan het voeren is, uh, of, of mensen die gewoon uh, het brood, het fruit uh, aanpakken, neerleggen, aanpakken, neerleggen. Dat, uh, ja... Dat zijn voor allemaal dingen die, die horen bij de basisregels. En die, die doen ze dan niet. En de mondkapjes, dat is een aanvullende maatregel. En op het moment dat, dat, dat ik geen mondkapje draag en de basisregels wel volg. Dan zien ze alleen maar iemand die geen mondkapje draagt. En niet wat uh, ik ben daar behoorlijk dwangmatig in met uh, dingen die ik doe om uh, uh, te compenseren. Zeg maar. uh, ik probeer als het even kan drie meter afstand te houden. Ik probeer uh, te voorkomen dat ik mensen passeer. Uh, iedereen in de winkel heeft, uh, heeft, bij mij, heeft standaard voorrang bij mij. Ik probeer niet te praten. En als ik moet praten, dan doe ik dat in mijn elleboog. Uh, nee, maar het enige wat ze zien is iemand die geen mondkapje draagt. En dat is zo, zo bijzonder frustrerend. En, en, ja, het, het doet ook heel veel met mij. Ik ben vandaag met tranen in de ogen ben ik thuis gekomen. Dat is. Ja, en wetende dat het voorlopig ook niet ophoudt, uh, het gaat maar door. Er is geen einde aan. Dat wordt ook niet bekend wanneer het af gaat lopen. Misschien zitten we dat aan de zomer nog wel aan. Uh, ja, ik heb daar eens over nagedacht. En ik denk dat ik misschien wel een uh, oplossing weet. En die wil ik toch voor gaan stellen. Want uh, ik draag nou dus een pas waarop staat dat ik een uitzondering ben. Uh, er zijn niet veel mensen die die pas dragen. En heel veel mensen die maken er ook weer misbruik van. Dus ja. Als je nou in plaats van een uitzonderingspas uh, is begint met een, uh, een plan B-pas, noem ik die. Die heb ik ook al ingediend via idee.nl. Uh, dat werkt als volgt. Op het moment dat je een plan B-pas bij je draagt, dan uh, wordt er gedoord dat je geen mondkapje draagt. Maar dan wordt er echt van je verwacht dat je je aan de basisregels houdt. Dus je houdt die afstand. Je zorgt ervoor dat mensen gewoon kunnen passeren en je, je gaat geen gesprek lopen voeren in de supermarkt. Um, en oh ja, op die manier uh, geef je mensen een keuze, maar geef je ze ook een verplichting uh, erbij. Dus uh, uh, voor wat hoort wat. En het kan, misschien kan het ook nog wel met uh, mensen die en een mondkapje dragen en de basisregels uh, willen uh, volgen, uh, inspireren om dat te doen. Dus ik denk dat je er alleen maar uh, viruspreventie mee kan winnen. En het is gewoon, uh, ja, het is zo'n harde plicht momenteel. Dat is, ik, ik vind dat niet bij Nederland passen. En ik hoop echt dat we daar... Uh, nu, genuanceerder in kunnen zijn. En te, toch durven te innoveren. En daarin uh, bepaalde nieuwe dingen te proberen. En ja, ik hoop, zoals ik al zei. Ik hoop heel graag dat dit bij uh, de politiek in Den Haag uh, terechtkomt En ik hoop dat jullie mij daarbij mee willen helpen. Dankjewel. Uh,